Hoi en welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga het vandaag even vanuit een andere achtergrond doen. Ik ben even een beetje aan het testen, aan het kijken wat werkt, wat leuk is, wat gezellig is en zo. En vandaag wil ik het met je hebben over woke zijn. Je derde oog openen, de wereld zien zoals die is. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? Ik heb hier al eerder over geschreven op mijn blog romanblijf.nl. Ga er zeker heen als je er nog nooit bent geweest. En toen kreeg ik best wel wat leuke reacties daarop. En op Snapchat heb ik het er al eerder over gehad. Nu zit ik niet meer zo frequent op Snapchat. Maar ik weet nog dat toen ik het erover had, ik ontzettend veel reacties kreeg. En goed, laten we er meteen in duiken. Want onlangs postte Solange een tweet / Instagram, ik weet niet meer of het een tweet of een Instagram post was, over woke zijn, wakker zijn. Je vraagt je nu zeker af wat ik bedoel met woke zijn. Even een korte uitleg. Woke zijn houdt eigenlijk in dat je bewust bent van bepaalde systemen die aanwezig zijn in de maatschappij. Dat je snapt dat een show als die van bijvoorbeeld een Jan Dino en zijn FC Kip, dat alleen maar bijdraagt aan een bepaald stereotyp beeld dat we hebben van zwarte mensen, Chinese mensen, zwarte vrouwen met name, Hindoestaanse mensen. En dat het ontbreken van een ander verhaal, zeg maar om het beeld completer te maken, dat eigenlijk eraan toe bijdraagt dat we alleen zeg maar dat ene beeld steeds weer versterken. En dat we eigenlijk maar één verhaal kennen. Het is een hele mooie quote van Chimamanda Adichie. Die zal ik hieronder zetten. Lees zeker ook meer van haar werk en wat zij zegt over dit soort onderwerpen. Maar goed, woke zijn houdt dus inderdaad in van bewust zijn, dingen zien, wakker zijn. en vaak zeggen mensen dat als je eenmaal woke bent, dat er no way back is, geen weg terug. En dat je de zaken ziet zoals ze zijn en dat het heel erg moeilijk is om je ogen te sluiten en te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Dus eigenlijk je kop in het zand steken. Over tot het reguliere programma. Okay. Dus in december postte Solange op Twitter: "If I could have it my way, Real Housewives of Atlanta would come on every 2 days year round. It would really make me a much better person." En daarop reageerden mensen natuurlijk van: "Wat? Real Housewives? Dat is red shit." En denigrerend tegenover zwarte vrouwen, hoe we gerepresenteerd worden, lalilalila, etcetera, etcetera. Toen had ze nog wat uitleg gegeven en de strekking van die uitleg op haar Instagram was als volgt. Eigenlijk dat het, ik ga het parafraseren, dus het even samenvatten. Het kwam er eigenlijk op neer dat ze zegt van ja, met liefde en respect, maar als ze deze show kijkt, dan ziet ze eigenlijk haar vriendinnen, haar tantes, de moeders van haar vriendinnen en een beetje eigenlijk van zichzelf in elk van die dames die dan in zo'n show als The Real Housewives of Atlanta zichtbaar zijn. En wat ze ook zegt aan het einde van haar bericht is dat ze nog niet helemaal de connectie snapt tussen being woke, dus dit soort wat ze niet snapt, zegt ze aan het einde van haar bericht, is de connectie tussen woke zijn en houden van shows als The Real Housewives of Atlanta. Shows die we toch al bestempelen als denigrerend, ratchet, etc. Ze zegt: "I love Real Housewives of Atlanta as much as I love reading Baldwin and watching Jodorowsky films. It wasn't sarcasm at all. I love blackness, all of it." En daar gaat deze video eigenlijk over. Wat Solange hier zegt, she loves blackness, all of it, dat geldt eigenlijk ook voor mij. En dat is denk ik ook wel een conclusie van een aantal artikelen die ik al heb geschreven op mijn site. Het gaat er namelijk om dat ik, en ik denk ook wel dames en heren met mij, die best wel bewust zijn van bepaalde dingen die er spelen, bepaalde zaken die er spelen in de wereld, bepaalde systemen die er gaande zijn. En tegelijkertijd ook kunnen genieten van dit soort televisieshows, of die kunnen genieten van lifestyle en beauty. En tegelijkertijd zie ik het soms ook wel als een soort copingsmechanisme, dus een manier om te gaan met de dagelijkse rompslomp.
met bepaalde, hoe zeg je dat, injustices die er spelen rondom bijvoorbeeld zwart zijn of rondom bijvoorbeeld het vrouw zijn. Soms heb je een beetje een ontsnapping nodig. Tegelijkertijd, wat Solange zegt, is het ook wel, voor mij althans, een soort van herkenning. Omdat ik in die vrouwen die zichzelf soms echt wel te kakken zetten of die zichzelf soms ook echt wel misdragen, hebben ze ook wel weer hun goede kanten. In het echte leven is het natuurlijk ook zo dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. Dat we het soms niet altijd met elkaar kunnen vinden, maar tegelijkertijd hou ik wel van ons. En met ons bedoel ik heel expliciet black people, the black community. Ik ben blij dat we in Nederland steeds meer een soort van community aan het vormen zijn en steeds meer toenadering tot elkaar zoeken en ook daadwerkelijk vinden. Maar ik ben echt ontzettend benieuwd wat jij hier nou vindt, wat jij van dit onderwerp vindt. Denk je dat je woke kan zijn en tegelijkertijd kan houden van shows als The Real Housewives of Atlanta of Love & Hip Hop, al zeg maar in de gradaties van het ratchet zijn? Zet ik de Love & Hip Hop shows wel bovenaan, echt bovenaan. Die kan ik zelf soms niet eens aan. Tegelijkertijd maak ik me wel zorgen om dat soort shows, omdat ik weet dat het voor veel mensen de enige vorm, zeg maar, enige voedingsbron is van het beeld dat ze van zwarte vrouwen krijgen. Ik ben echt razend benieuwd wat jij hier nou van vindt. Zie jij jezelf bijvoorbeeld als woke en een kleine... Zie jij jezelf bijvoorbeeld als woke? En gun je jezelf tegelijkertijd ook het vertier van dat soort televisieshows? Of is het puur en alleen woke zijn, geen ruimte hebben voor dat soort shows? En zou ik bijvoorbeeld, like, I consider myself kinda sorta woke. Ik ben me zeker wel bewust van heel veel zaken die er spelen. Ik snap natuurlijk ook donders goed dat als we alleen dit soort shows hebben, dat dat alleen maar bijdraagt aan het stereotype beeld dat we hebben van zwarte vrouwen. En ik snap ook wel dat we daarom juist tegenhangers moeten hebben, zodat we een compleet beeld hebben en niet alleen dat ene beeld. Maar vind je dan dat ik eigenlijk dus ook geen ruimte zou moeten maken in mijn tijd? Dus ik vind het moeilijk en ik heb je hulp nodig. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij hiervan vindt. Laat het me vooral weten in de comments. Deel deze video ook vooral. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Het is geheel gratis en dan ben je elke week als eerste op de hoogte van mijn nieuwe video's. Mits je je meldingen aanzet natuurlijk. En ik zie je graag volgende week weer. Reageer vooral hieronder. Ik reageer vrolijk mee, want het zit me dwars. En ik ben reuze benieuwd wat jij hier nou van vindt. Ik zie je volgende week weer. Ciao!